Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er liggen nog steeds wolkenvelden boven Nederland, maar de zon breekt vanochtend sneller door. We zien alleen wel in het zuidwesten nieuwe wolken klaar liggen en die komen er ook weer aan. Vanochtend dus geleidelijk aan zonnige periode. Nadat het eerst hier en daar wat nevelig is. In het noorden het langs de bewolking. Het is vanochtend al snel een graad of 15. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden en zien we de zon op veel plaatsen flink schijnen. In het zuidwesten zien we echter wel meer sluierwolken komen en de zon zal daar dus wat waterig zijn. Er waait een zwakke tot matige wind. Eerst uit noordelijke richtingen. Laat vandaag gaat de wind langzaam draaien. In de avond sluierwolken, maar ook heldere momenten. En dan morgen. Geleidelijk aan toch wel vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zon. In de ochtend een enkel buitje en ook in de middag zal het niet helemaal droog zijn, maar in de kustprovincies is de buienkans klein, Het wordt 20 tot 24 graden. Donderdag is het veel vaker buien en in de avond zelfs wat langer regen. Dan is de graad of 20, dat is ook de temperatuur de dagen daarna, hoewel het zaterdag misschien iets warmer is. Het is licht wisselvallig met af en toe een bui, maar soms ook de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.